Ja. Wat gaat er gebeuren? De teams gaan nu de winkel in rennen. Dus ja? Ze zijn er klaar voor. Wat is de strategie van jullie? Volgerecht? Tussengerecht? Ja. Wat is jullie strategie? Ja. Onze strategie is dat wij efficiënt en goedkoop in gaan kopen. Efficiënt en goedkoop? Ja. Hebben we wat jullie strategie? Geen. Hard gaan. Oké, Bernard, het is aan jou. 3, 2, 1, de stemmen. Wat gaan jullie maken? Ja, we gaan een ragout of zo maken. Kijk, waar moet je heen? Waar moet je heen? Geen idee. Dat is het andere team. Waar is het andere team? Oh shit. Ja, waar ga je heen? Naar de groenten. De groenten. Ja, die vinden. Kijk even over de scharm mee van de abactus. De ene abactus volgt de andere. Dan gaat bijna iemand onderuit. Oké. Wat moet je hebben? Wat moet je hebben? Kom maar. Dit is goed, ja. Celine, wat zoek je? Even klein, ik ben bij de kast. Oké, de eerste is daar. Ben, houdt de tijd bij? Ja. Heel goed. Inmiddels 1 minuut bezig. 1 minuut bezig. We gaan verder, we gaan terug de winkel in. Eens kijken wat hier gebeurt. Wat moet je hebben? Vraag aan mensen. Wat hebben? Mozzarella aspecten. Daar zie ik beweging. Hoe staat het hier, mannen, mensen? Geen tijd. Dat is leuk. Ik merk je enige twijfel over wat het gaat worden. Er is onduidelijkheid over waar het andere team naar uithangt. Ja, Wieber satelliet komt eraan. Rennen! En ze gaan als eerste op de finish af de keuken. De kast staat Ben Thijs, maar die heeft zijn tijd op elkaar. En als Janine er is, dan is het team compleet. Janine is bijna binnen. Ben, wat voor tijd zetten zij neer? We zetten de tijd niet aan. Ze zijn als eerste binnen. Ja! Ben, is het een goede tijd? 2:23:58. Dat is een zeer tijd hoor. Wacht even. Het aantal gerechten dat ze hebben. En team 2 is ook onderweg. Het team van andere Lise Koopmans, alias Pannenkoek en Gerbers hebben tegenwoordig. Ja hoor, officieel tweede. Wat voor tijd hebben zij? 2:47. Ben, dit is de eerste ronde. 84, heel mooi. Oh.